je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb mijn november boekhaul voor jullie. In de maand november ging ik onder andere ook naar Bath, naar Engeland. Dus daar heb ik ook de Waterstones een paar keer een bezoekje gegeven. Waar ik ook leuke boeken heb gekocht. Ik heb in de maand november gebruik gemaakt van Black Friday bij Boekenkraam. Die boeken zitten hierbij. Ik heb ook bij een andere online boekenwinkel zeg maar meegedaan met Black Friday. Maar die boeken kwamen pas in december binnen. Dus die heb ik eventjes voor volgende maand klaar liggen. En ik kreeg ook hele leuke recensie-exemplaren binnen in de maand november. En ik heb ook nog boeken. Wat een woord. Heb ik er ook bij zitten. En ook nog wat zelf gekocht. Dus het is weer een mega stapel. Dus ik ga gauw beginnen. Van uitgeverij De Fontijn ontving ik Nachtschaduw. Een thriller van Wendy Wolker. Deze. Nog niet gelezen trouwens, want de meeste boeken die hier liggen zijn, nou ja, zo nieuw. Die heb ik nog niet kunnen lezen. Maar recensie-exemplaren, nou ja, daar probeer ik altijd een beetje vaart achter te zetten. Lukt niet altijd, maar deze ligt in ieder geval al klaar om te gaan lezen binnenkort. Van uitgeverij Condor ontving ik Hilda en, het Verborgen Volk. Hele leuke cover. Van een Netflix original serie. Dit is trouwens geen sticker. Dit staat gewoon gedrukt op de cover. Ja, en ik heet natuurlijk Hilde, dus dit was wel heel erg leuk, Hilda. Word ik ook wel eens genoemd, mensen in een mailtje, die dan mij een mailtje sturen met Hilda in plaats van Hilde. Dus een leuk kinderboek, die ik zelf gewoon ga lezen binnenkort. Van uitgeverij Leopold ontving ik het tweede deel. De geheimen van Winterhuis Hotel, met ook wederom weer een fantastische cover. Het eerste deel heeft net zo'n cover, heel sfeervol, met een, nou ja, beetje creepy begraafplaats en van die leuke luikjes ook. Dit is allemaal zeg maar open. Dus krijg je echt het idee dat mensen of figuurtjes achter de ramen staan. Het eerste deel vond ik echt geweldig. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. En die ga ik ook zeker niet al te lang mee wachten om te lezen. Want ja, het is natuurlijk een beetje een wintersboek. Dus ook wel erg leuk om in de winter te lezen. Van The Crime Company ontving ik het nieuwe boek van Linda Jansma. Cirkel van het Kwaad, Bloedband. En dit is voor mij het derde deel. Ik heb de eerste twee nog niet gelezen, dus die wil ik eigenlijk eerst lezen voordat ik deze ga lezen. En die zijn al van een tijd geleden, begreep ik, want heel veel mensen zaten al heel lang te wachten op dit boek. Ik kreeg deze twee keer en die andere heb ik weggegeven met een winactie op mijn blog. Dus vandaar dat ik heel veel reacties kreeg van, oh, eindelijk is het derde deel er. Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt, bla bla bla. Dus ik denk dat ik deze pas ga lezen als ik de andere twee eerst lees. Van Fantoom Uitgeverij ontving ik Stormwachter, de kaarsenmaker van Aranmore, van Catherine Doyle. Het is ook een hele gave cover. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar er zitten wat glinsterende sterretjes op het boek. Maar ik denk niet dat dat makkelijk te zien. Maar in ieder geval een hele mooie cover, hardcover. Een kinderboek, en daar hou ik van. Dus ook deze gaat op mijn TBR. En van dezelfde uitgever ontving ik ook Team Mortis, de slaventocht van Björn van den Einde. En dit is ook een serie met heel veel delen al volgens mij. Maar je kan ze ook loslezen, heb ik begrepen. Want ik kende de serie niet. Ik zag het voorbij komen op internet. En deze is het nieuwste deel en die heb ik ontvangen. Dus nou ja, gaat ook op mijn stapel om te lezen. Net als Een Onmogelijke Keuze van Claire McIntosh. Een roman van uitgeverij De Fontijn. Dat is deze. Nou ja, roman tussendoor lezen is altijd heerlijk. Een boek voor Thomas, Slimmerik, Klauwen Thuis van Mark Parisi, ook van uitgeverij De Fontijn. Met leuke cartoon tekeningetjes achterop en die zitten ook in het boek. Nou ja, Thomas vindt lezen heel erg leuk. Hij is nu in Maze Case een nieuwe bezig, dus deze komt gewoon ook aan bod. Alleen ik weet nog niet wanneer. Nog een geweldige cover, De Magische Hypotheek. Was het maar een magische hypotheek. De Magische Apotheek, Het Mysterie van de Zwarte Bloem van Anna Rué. Van Holkema en Warendorf, uitgeverij Kijk eens. Hoe gedetailleerd. Dit is getekend. Echt supermooi. Dit is voor mijn tweede deel uit een serie. Want ik weet dat ik het eerste deel nog steeds op mijn wishlist bij bol.com heb staan. Dus misschien een goede reden om die eerst te bestellen en dan als combinatie te lezen. Maar in ieder geval, de cover is in ieder geval ook al magisch. Van De Vier Windstreken ontving ik echt super lief het derde, vierde en vijfde deel. Van De Chronieken van de Zeven Eilanden van Mariette Aerts.
Ik heb de eerste twee boeken al gelezen. Die vind ik echt super gaaf. Heel veel magie, heel veel mysterie, vriendschap. Het zijn echt hele goede boeken. En ik had gevraagd of ik het derde deel mocht lezen, zodat ik de serie een beetje bij kan houden. En toen stuurden ze me heel lief het vierde deel ook en het pas uitgekomen vijfde deel. Dus Drakensteen, Stormbrekers en Zilverbloed. Nou, de hele serie heeft prachtige covers. Echt heel erg mooi. Dus deze liggen ook zeker op de TBR-stapel. Die ik heel graag heel snel wil lezen. Misschien volgende maand. Dat ik in ieder geval al het derde boek erbij kan pakken. Even kijken. In Engeland ben ik geweest. En daar heb ik ook een aantal boeken gekocht. Ik weet niet of ik ze allemaal hier nu heb liggen. Dit was Book of the Month van november van Waterstones. Wakenhurst van Michelle Paver. Denk ik eerder dat het is. Paver. Dit is een beetje een creepy boek, begrijp ik. Over overledenen die weer wakker worden, zeg maar. Tenminste, als ik het goed heb begrepen. Ik kocht ook de Familiars. De Familiars van Stacey Holz. Nou ja, met een sticker. Buy one, get one half price. Deze heb ik trouwens op het vliegveld gekocht. Toen we weer naar huis gingen. Even de laatste ponden opmaken. Starfell, Willow Moss and The Last Day van Dominique Valente. Een kinderboek. Magisch kinderboek. Maar ik vond die cover zo uitnodigend om te kopen. Zo ook. The Extremely Inconvenient Adventures of Bronte Mettlestone van Jacqueline Moriarty. Ook zo'n boek met een geweldige cover. En ik las toen ik in de Waterstones was een beetje waar het over ging. En toen dacht ik, ja, die wil ik lezen. Met een mooie map erin. En ook weer een boek op de stapel om te lezen. En The House with Chicken Legs van Sophie Anderson. Die stond ook al een tijdje op mijn lijstje bij Book Depository om te bestellen. Maar was er nog niet van gekomen. En nou zag ik hem hier ook weer liggen. Ik denk, neem hem meteen mee. Hij is niet zo heel erg dik, dus qua gewicht kon het ook mooi mee. En het lijkt een hele leuke cover, maar dan zie je hier weer van die doodshoofdjes. Het is nog steeds een leuke cover, maar ik bedoel een lieflijke cover. Maar volgens mij is dit ook best wel een beetje een apart verhaal. Twee boeken die ik bij de boekenkraam bestelde. Robert Galbraith, oftewel J.K. Rowling. Witte Dood, die waren nu ook 50% korting. Hele dikke pil. En deze stond ook al een tijdje bij bol.com op mijn lijstje. De Denkbeeldige Vriend, een thriller van Stephen Chbosky. En die had ik al heel vaak voorbij zien komen op Facebook van mensen die het echt een geweldig boek vonden. Ook heel dik, maar die wilde ik ook heel graag hebben. Die was nu ook maar 10 euro. Nou, voor zo'n dik boek vond ik dat een hele goede deal. Even kijken. Ik bestelde zelf nog Horror Stir, een novel bij Grady Hendrix. Ziet eruit als een IKEA-catalogus. En volgens mij speelt het zich ook af in IKEA. Of tenminste een soort van IKEA. Maar kijk, allemaal freaky bloederige handen. Dus ik heb van Grady Hendrix ook My Best Friend's Exorcism gelezen. Die vond ik ook heel gaaf. Dus deze wilde ik ook gewoon hebben. En ik vond de opzet ook wel leuk. En kijk, echt heel freaky. Even kijken. Ik ontving van, hoe heet die zaak ook alweer? Barnes & Noble in Amerika. Keeper of the Lost Cities Legacy, het nieuwste deel, boek 8. En dit is dan een special edition, staat er ook op, Barnes & Noble's Exclusive Edition. Volgens mij bestelde ik die al in september als een soort pre-order. Maar hier zit dus nog een soort extra bonus stuk bij. Ik weet niet precies wat, maar in ieder geval weet ik dat er iets extra's in zit. En ik zie nu dat één pagina niet goed gesneden is, die staat dubbel. Maar ja, maakt hem ook extra speciaal. Even kijken. In een van de boekboxen zat dit boek. Volgens mij was dit van de Illumicrate box. Ja. The Starless Sea van Erin Morgenstern. En dan een special exclusive edition. Hardcover met blue sprayed edges. En een ingedrukt, zeg maar, of gedrukte brief van Erin Morgenstern met haar handtekening. Of dit nou Fairy Loot was of Owlcrate, dat weet ik niet meer zo goed. A River of Royal Blood van Amanda Joy. Ook een exclusive edition, sprayed edges en gesigneerd. Volgens mij was dit Fairy Loot, maar ik weet niet zeker. Maar als dat Fairy Loot zou zijn, dan was dit Owlcrate. Winterwood van Shea Earnshaw. Ook een speciale uitvoering, want normaal is deze cover zwart. En blue sprayed edges. En ook
gesigneerd. Even kijken. Oh, nog twee boeken die ik in Engeland kocht. Want die had ik sowieso op mijn lijstje gezet en gevonden. The Vanished Bride van Bella Ellis. En dit gaat over de Bronte sisters die, zeg maar, nou ja, als personages in dit boek verschijnen. En die gaan een moord oplossen, begreep ik. Maar ik vond de cover ook heel sfeervol. Dus die had ik op mijn lijstje gezet en vond ik gelukkig. Want die waren echt net uit. Dus toen wij 7 november richting Engeland gingen, waren deze echt net op de markt. The Lost Ones, Some Houses Are Never at Peace, a Haunting, Emotional, Exquisite book van Anita Frank. En deze zag ik alle twee voorbij komen bij Gavin op YouTube, een booktuber die ik volg, een Engelse. En die had deze als een soort van pre-release gekregen om te lezen. En hij vertelde erover, hij had ze voor mij nog niet gelezen, maar hij vertelde een beetje over waar het verhaal over ging. En toen dacht ik, hey, die schrijf ik op, want die wil ik heel graag lezen. Even kijken. Ik ontving van Billy Bones uitgeverij De Eindeling ten Strijde. Een kinderboek van Catherine Applegate. En toen dacht ik, deel 1 heb ik al heel lang op bol.com op mijn wensenlijstje staan. Zoals wel heel veel meer boeken. Deze, opgejaagd. Dus die heb ik zelf gekocht, zodat ik die kan lezen. En aansluitend deze kan lezen die ik van Billy Bones heb gekregen. En zo heb ik twee hele mooie boeken er weer bij. En het laatste boek, dat bestelde ik zelf, wederom weer bij bol.com, was dat ik iets moest bestellen, volgens mij voor Sinterklaas. En dan tekort kwam om de verzendkosten gratis te krijgen. Nou, dan bestel ik eigenlijk altijd extra een boek erbij. En dat was deze keer Het Boek van Stof, deel 1, van Philip Pullman. Deze schijnt echt een fantastische serie te zijn. Dus toen dacht ik, nou, volgens mij was deze een tientje. Ik bestel hem erbij, zodat mijn verzendkosten wegvallen. En ik heb weer een mooi boek erbij. Ik kwam wel tot de ontdekking dat mijn ruimte een beetje beperkt weer gaat raken, ondanks de nieuwe boekenkast. Dus ik heb ook weer heel veel boeken die ik al heb gelezen, maar niet per se hoef te bewaren, heb ik alweer op Marktplaats gezet. En er komen er nog meer bij, want nou ja, ik bewaar boeken die ik heel gaaf vind, special editions, series of boeken waar ik gewoon ontzettend van heb genoten, die bewaar ik. Maar er zijn ook heel veel boeken die, nou ja, na één keer lezen weg mogen van mij. Dus deze moet ik er allemaal een plekje zien te geven. Ik heb voor mezelf nu 2 maanden een, nou ja, een soort boek-buy-stop ingelast. Dus ik mag voor mezelf geen boeken kopen. Uitgezonderd de boekboxen waar ik op geabonneerd ben, die komen gewoon binnen. En uiteraard recensie-exemplaren eventueel, maar ik mag zelf geen boeken kopen. Ik heb wel gisteren met Sinterklaas een cadeaubon gekregen, een boekenbon. Dat mag wel, want dan geef ik er niet officieel eigen geld aan uit. Maar ik doe dat vooral om eventjes hand op de knip en een beetje te gaan sparen. Want er zijn ook dingen in huis die nog moeten gedaan worden. Plus, eerst heel veel weglezen. Want ik heb echt heel veel boeken die nu echt wel gelezen moeten worden. En als ik elke keer nieuwe boeken erbij koop, dan schiet dat niet op. Ik weet niet of ik het vol ga houden, maar in ieder geval, het is nu 6 december. Ik heb nog geen boek gekocht. Dus dat vind ik knap. Dit waren alle boeken die ik in november weer aan mijn verzameling kon toevoegen. Er zitten echt hele gave boeken bij waar ik niet op kan wachten om te gaan lezen. Dankjewel weer voor het kijken. Hieronder kan je leuke reacties geven. Heb jij veel boeken gekocht in november? Of ben je in december al lekker losgegaan? Laat het me weten en dan zien jullie mij weer met de volgende video. Doeg!